iedereen, het is vandaag dinsdag 2 augustus en ik ben net aangekleed. Dit is wat ik aan heb, een hemd van Hollister, topje van H&M, broek van Zara. En ik heb eens wat anders gedaan met mijn haar. Ik heb dit wel al eens gedaan, maar ik had een heel leuke video gevonden. Ik zal het daar laten zien van een Engelse YouTuber. Had ik nog nooit eerder gekeken of zo. En ze had 15 verschillende haarstijlen. En ik doe deze wel vaker, maar nu had ik gezien dat zij hem veel hoger maakte. En dat vind ik gewoon mooier als... dat net wat hoger is. Het is lekker messy, maar het maakt mij eigenlijk vrijwel heel weinig uit. Ik heb nog geen make-up op. Dat ga ik zo meteen eventjes doen. Het is vandaag echt super viezig weer. Het regent, dus ik denk ik doe lange broek en een hemd aan. Lekker chill mode. Verder heb ik nog niks gedaan. Ik heb mijn vlog nog niet eens bewerkt. Dat ga ik zo meteen doen. En dan zie ik nog wel. Zo, ik heb eventjes mijn make-up gedaan. Gewoon basic, zoals elke dag eigenlijk. Ik heb alleen geen lipstick op, daar had ik vandaag niet zo'n zin in. Ik ben de vlog van Masha aan het kijken, want die had ik nog niet gezien. Ik heb net die van Manon gekeken. En ik heb ook net mijn vlog bewerkt, want dat had ik ook nog altijd niet gedaan. Vandaag heb ik gewoon helemaal niks op de planning staan. Ik had een paar vriendinnen gevraagd, maar zij hadden al wat te doen. Dus ik denk dat het gewoon een lazy Tuesday wordt. Het is toch dinsdag vandaag? Ja, het is dinsdag. Het is 2 augustus. Of ik weet niet of ik dat al zei, dat waarschijnlijk wel. Want ik zeg altijd de datum als ik mijn vlog start. Dus ik weet nog niet of ik iets ga doen. We zien wel, want het weer is ook echt gewoon te belabberd. Het regent en ja, het is gewoon niet leuk. En ja. Ik heb een nieuwe foto gepost op Instagram van mijn outfit. Ik vind, oh, ik ben zo verliefd op het hemd. Ik vind mijn broek ook echt super mooi. En ja, ik moest er eventjes een foto van. Volg je me nog niet op Instagram, zo noem ik. En heb je me ook nog niet op Snapchat, is gewoon hetzelfde als mijn Instagram naam. En ik heb vandaag ook een Musical.ly gemaakt. En die zal ik jullie even laten zien. Zoals de meeste weten heb ik sinds kort Musical.ly, maar heb er nog niet veel mee gedaan. Maar heb er vandaag een paar opgenomen. Dus volg je me daar nog niet op, dat is gewoon Anouk.folders. En ja, ik weet niet hoe vaak ik hier iets ga opzetten, maar vandaag had ik er even zin in. Dus ja, je kan me hier altijd op volgen als je wil. Mijn mama is vandaag met een vriendin naar Duitsland gegaan en ze heeft iets voor me meegebracht van Essence. Ik weet niet of ze het hier in mijn kruidvat hebben. Mama heeft me dus meegebracht. Ik had niks nodig, maar ze nemen altijd iets mee als ze daar gaat winkelen. Dit is de Essence Shape & Shadows Eye Contouring Palette. Ik vind het een heel mooi paletje hoe het eruit ziet. En er staat op Bloggers Beauty Secret. En het is dus voor je wenkbrauwen. Heel erg handig. Je kan er ook als oogschaduw gebruiken, want hier staat Eyeshadow & Eyebrow Powder. En zo ziet het paletje eruit. Ik vind het echt super mooi. Ik zal even een close-up laten zien. Hier heb je een heel erg mooie highlighter. Dit is een oogschaduwprimer. En dit kan je dan voor je wenkbrauw gebruiken, maar ook als oogschaduw. Want deze kleur is glinsterend. Dus ik denk niet dat je dat voor je wenkbrauwen gaat gebruiken. Maar ik vind het echt een heel erg mooi paletje. Er zit ook een wenkbrauwborsteltje bij. Dus dat is ook super handig. En het doosje is magnetisch en ik vind dat het doosje er gewoon heel erg mooi uitziet. Dus hier zal ook nog wel een review van online komen. Ik heb nog steeds trouwens niks gevonden om alles in te doen voor de shoplog. Ik had een heel goede tip gezien onder de comments. Dat jullie zeiden van je kan misschien een shoplog maken van de dingen die je in juli gekocht hebt. En een shoplog maken van de dingen in augustus. Maar dat dan voor jullie iets recenter is wat ik wanneer gekocht heb. Dat ben ik van plan niet te doen. Ik ga gewoon alles in één shoplog doen. Toch bedankt voor de tip. Maar ik ga gewoon alles in één keer laten zien voor jullie. Want ik denk alles wat ik in juli gekocht heb is nog niet zo super veel. Dus dan vind ik het gewoon leuker om alles samen te doen. En ik heb muziek op staan, hoor je misschien. Ik heb daar mijn radio, mijn gsm erop aangesloten. Het staat normaal harder, maar ik denk ik ga even vloggen en dan ga ik de muziek niet zo hard laten staan. Dus ja, ik ga nu verder muziek luisteren, want ik ben de hele dag niks aan het doen. Sophie is terug van vakantie en morgen ga ik met haar afspreken. Daar heb ik super veel zin in. Ik heb haar dus 10 dagen niet gezien. Ja, dat is niet super lang, maar ja, we spreken normaal altijd heel vaak af. En zij is dus terug van vakantie en morgen zie ik haar weer. Wordt super leuk. En ja... Oh ja, dit was ik nog helemaal vergeten te laten zien. Dit is dus het kanaal van het meisje waar ik de haarstijl van vandaag heb van gehaald. Lily Bird. Het is een Engelse YouTuber. Ik had haar nog nooit eerder gezien. En dit is de haarstijl bij haar. Zij heeft het natuurlijk... Ja, bij haar ziet het er nog mooier uit. Bij mij is het eigenlijk een stuk messier, zeg maar. Maar ik vind haar wel een leuke YouTuber. Ik had haar dus nog nooit eerder gezien. Dat is de eerste keer. En ja, vandaag... Sorry, het is echt gewoon geen boeiende vlog. Maar ik heb gewoon echt niks gedaan vandaag. Het weer zat niet mee, dus naar buiten gaan of iets buiten gaan doen was al geen optie. Dus ja, ik ben nu
lui. Maar echt, extreem lui. Ik ben geen YouTube-video's aan het kijken. Ik ben gewoon niks aan het doen. Hebben jullie, wat doen jullie? Hoe vullen jullie je dag? Dat wil ik wel weten. Wat doen jullie van 's morgens als je opstaat tot je gaat slapen? Bijvoorbeeld, dus op een dag zoals vandaag bij mij is, dat je niks gepland hebt, je gaat niks doen, je gaat niet naar de winkel. Wat doe jij? En als je het zou moeten vloggen, hoe zou je dat dan doen? Want ja, het is altijd wel fijn om tips van jullie te krijgen hoe dat ik mijn vlogs interessanter kan maken. Vooral dan op de dagen dat ik niks speciaals ga doen. Dus tips zijn altijd welkom van jullie. Vind ik gewoon alleen maar leuk om te lezen. Dus ja, let me know in de comments. Ik schijn even met de gsm op mijn gezicht dat jullie mij nog een beetje zien. Ik ga deze vlog afsluiten. Het is al heel erg laat en ik ben super moe. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!